Tot december 2021 is een nieuwe partij opgericht. Tegenover de twee heren. De rechterheer, die voor de kijkers zelf. Wie bent u? Ik ben Richard Berenschot. Geboren en getogen in Winterswijk. Ik ben 25 jaar uit Winterswijk weg geweest. Gewoond in Gouda, Reewijk en Varsseveld. En sinds 2016 woon ik samen met mijn vrouw Carla. En onze zoon Ralf wonen wij weer in Winterswijk. Ja, en aan de linkerkant een oude bekende eigenlijk. Wethouder geweest namens Winterswijks Belang. Zeker weten. Ja. En u bent André van Nijkerken. Ja. U heeft uw zinnen gezet op de nieuwe partij de dag van morgen? Nee, morgen. 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 En hoe komt u aan die naam? Omdat wij vinden dat in de besluitvorming van vandaag meer rekening moet worden gehouden met morgen. En niet alleen met ons, maar überhaupt met de lange termijn, met onze kinderen en onze kleinkinderen en met de natuur. En, dus wij vinden het belangrijk dat we in alle beslissingen die we nemen over Winterswijk, dat we dat doen met de lange termijn ook in het achterhoofd op het netvlies. Ja, en hoe komt u aan die naam morgen? Dat is gericht op die toekomst? Nou, we hebben gedacht, we moeten een naam hebben die past bij de boodschap die we willen uitdragen. En vandaar morgen. Ja, die naam die blijft goed hangen, heb je de indruk? Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook wel de kern van een pakkende titel, pakkende naam. Ja. Morgen. En alle besluiten die wij vandaag nemen, die hebben dus betrekking op morgen. Dus je moet morgen moet je ook betrekken bij de besluitvorming. Dus er zitten meerdere ladingen in de naam. Nou, dat is behoorlijk over nagedacht eigenlijk. Hè? Op de toekomst eigenlijk. Maar dat is ook wel de kern van onze partij. Over beslissingen, over een naam, dan moet je nadenken. Dus ook over keuzes die we maken als gemeente, in een gemeenteraad. Daar moeten we goed over nadenken, moeten we goed onderbouwen. Ja, nou weten we, André van Nijkerken, je bent toen in die eerste periode wethouder geworden. En Winterswijkse Belang kwam helemaal op 0 op 7. Dat was al een hele aardverschuiving. 8 zelfs. 8 zelfs. Ja. En hoe reageren die oude kameraden eigenlijk van Winterswijkse Belang? Nou ja, ik ben al een tijdje geen lid meer van Winterswijkse Belang. Ik was inderdaad destijds een van de medeoprichters in 2005, eind 2005. Toen hebben we besloten mee te doen. Dat werd Winterswijkse Belang. Maar dat had een heel andere aanloop dan nu. Hè. Toen ging het over het standblad en over het gemeentekantoor. En, mijn makkers, Winterswijkse Belang zit nog steeds in de raad. Ja. Doet ook de komende gemeenteraadsverkiezingen weer mee. Dat is prima natuurlijk. En wij hebben besloten met een eigen geluid en een nieuwe partij mee te doen. Ja, ze waren behoorlijk verrast dat u opeens met dit plan kwam. Of met dit initiatief. Ja, dat zou kunnen. Omdat ik natuurlijk ook in 2018, ik heb tot en met 2018 nog voor de Winterswijkse Belang in de raad gezeten. Toen ben ik gestopt, ben ik ook uit de politiek gestapt. Dus ik kan me voorstellen dat sommige mensen het misschien verrassend vinden dat ik weer terugkom, bij wijze van spreken. Maar ik ben altijd maatschappelijk betrokken gebleven, André. Ik zie wat er in Winterswijk gebeurt om me heen. Ik heb met verbazing de aanpak van de bedrijventerreinen gezien en een aantal andere dossiers. Dus ik dacht, ze kunnen toch nog niet helemaal zonder. Heel misschien. Dus ik ga er weer in. Ja, en gelukkig met mij een aantal anderen die er hetzelfde over denken. En we willen heel graag ons eigen geluid laten horen, dus vandaar de andere partij. Ja, dat initiatief wordt door meerdere mensen omarmd. Kunt u wat noemen? Nou ja, de eerste paar die dit najaar hebben het besluit genomen. Dat was ergens in september, oktober. Toen zijn Richard en ik en Ronald Wiggers en Peter Stemerdink en Maarten Bollen bij elkaar gaan zitten. En dan hebben we het hierover gehad. Hè? Doen we mee of doen we niet? Wat vinden we ervan? En toen hebben we gezegd, nou laten we kijken of we een teamje kunnen formeren. Laten we eens mikken op een persoon of team. Hè? Dat is voldoende. We willen ook niet, het hoeft voor ons allemaal niet heel groot of zo. Hè? Zoals destijds bij Winterswijkse Belang. Ja, toen leefde er echt een soort van onvrede. Veel onvrede in Winterswijk. En iedereen vond dat het anders moest enzovoort. Nou, nu is de tijd anders. We zijn nu 15 jaar verder, zeg maar. We hebben besloten om met een klein clubje mee te willen doen. Een persoon ergens tussen de 10 en de 15. Nou, we zitten nu ongeveer op 12, denk ik. Mensen die samen met ons bereid zijn om de schouders eronder te zetten. Waarvan er een aantal ook bereid zijn om in de raad te gaan zitten. Ja, maar je moet dan wel goed aanpakken om wat invloed uit te oefenen. Nee, natuurlijk. Dus wij, één zetel dan, dat is ook weer een roepende aan de zijlijn. Nee, dat is zo. Hè. Dus we hebben gezegd, laten we kijken of wij met een paar zetels kunnen bemachtigen in de raad. Hè. We willen vooral meepraten. En we willen vooral een verbindende rol ook vervullen. Hè. Dus wij willen niet een achtste geluid toevoegen in de raad. Wij willen vooral proberen om
Laat ik het zo zeggen, heel vaak zijn we het in Winterswijk best eens over waar het naartoe moet met Winterswijk. Hè. We zijn allemaal trots op Winterswijk en 90% denken we hetzelfde over dingen. Alleen in de raad zitten we elkaar altijd de vliegen af te vangen en proberen we elkaar, we gunnen elkaar vooral het succes niet. En de ideeën van anderen zijn altijd verkeerde ideeën. Nou, dat vinden wij niet. Hè. Ja. Ik bedoel, laten we nou eens kijken of we op de 90% waar we het wel met elkaar over eens zijn, of we daar een verbindende functie kunnen vervullen. En met één of twee zetels kun je die verbinding leggen tussen die andere zetels die ook allemaal in de raad zitten. Dat is ons idee. Ja. Wacht maar op, zeg maar. Dat is toch veel te klein. Je bent toch maar een kleine partij in dat hele geheel. Waarom? Andere. Denk je? Ja. Nee, we zijn... Nee, met twee zetels heb je genoeg invloed. Maar als wij een ander geluid kunnen laten horen, waardoor die 19 andere zetels op een andere manier met elkaar in gesprek raken. En net wat André zegt, niet benadrukken de 10% waar je van mening verschilt, maar juist de 90% waar je dezelfde mening over hebt. Dan proberen we die 21 raadsleden in ieder geval de neus in dezelfde kant op te laten hebben. Want we hebben allemaal een gezamenlijk belang. En dat is over 30 jaar, over 10 jaar, een Winterswijk neer te zetten waar onze kinderen en onze kleinkinderen met heel veel levensgeluk kunnen leven. En dat is dus een balans aanbrengen tussen werk en privé en zakelijk en recreatie. Dus die elementen die moeten in balans zijn. Een buitengebied en een dorp. En solidariteit is een van die woorden die daarbij hoort. Ja, ik weet nog heel goed destijds in de storm met die verkiezingsuitslag een aantal jaren terug. Iedereen juichte met name vanuit jullie kant. 8 zetels van 0, dan heb je echt iets te zeggen. Gebeurt misschien nu ook wel, André. Want jij hebt het wel over 1 of 2 en dat wij klein blijven. Kijk, wij zeggen, onze ambitie is niet om per se de grootste te willen zijn of te willen worden. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren. Als heel veel Winterswijkers zich achter ons scharen of ons stemmen, dan kan het ook zo nog maar zijn dat we er meer dan 2 krijgen. Meer dan 2 zetels. Hè? Dus we gaan zien hoe het uitpakt. Maar wat ik zeg, destijds, hè, 15 jaar, 16 jaar geleden, zijn we dat politieke arena ingegaan. Omdat we koet dat standpad weer open wilden. En hoe meer Winterswijkers daarachter stonden, hoe groter de kans. Ja. Nu staan we er gewoon anders in. En niet dat wij het bij het 2 voldoende vinden of genoeg. Maar we zeggen, dat is niet onze primaire doelstelling. Onze belangrijkste doelstelling is dat we een paar stoelen aan die raadstafel krijgen, waardoor we mee kunnen praten. En kunnen helpen om de besluitvorming in Winterswijk over allerlei dossiers beter te laten gaan dan het nu gaat. Want denk even, Winterswijk lang destijds, betrokkenen paragraaf. We vonden het betrekken, vroegtijdig betrekken van alle belanghebbenden, vonden we heel belangrijk. Nou, dat is eigenlijk, vinden wij, een beetje uit zicht geraakt, op de achtergrond geraakt. We roepen het wel, maar we doen het niet. Is dat ook de reden dat u uit WB bent gestapt? Nou, dat is maar dat was een van de kroonjuwelen. Ja, dat was een van de kroonjuwelen. En ik ben samen met Dirk Willink, een van de medeoprichters van de Winterswijk. Die is ook weggegaan. We zijn er samen uitgestapt, omdat wij vonden dat in een van de vele dossiers in Winterswijk, dat ging over de spoorwegovergang Greversweg, daar was de betrokkenen paragraaf niet fatsoenlijk ingevuld. Maar dat is ook niet gebeurd bij de zoektocht naar bedrijventerreinen. Dat is ook bij een aantal andere onderwerpen niet gebeurd. Dus je ziet dat het betrekken van mensen en het eerlijk en open communiceren met mensen over wat er gaat gebeuren. We moeten echt samen plannen gaan maken. We moeten samen puzzels leggen de komende jaren. En dat doe je vanaf het begin met elkaar op een open en eerlijke manier. En niet door plannen al in een soort definitieve vorm voor te leggen. En dan mogen anderen er zogenaamd nog iets van vinden. Nou, dat is niet de manier. Ja, wij willen dat anders. Is dat een beetje omlijst door de waan van de dag eigenlijk? Dat men dat min of meer niet meer in zicht heeft? Waar van de dag of opportunisme of wellicht partijbelang waar men zich aan moet houden. Want mensen hebben ook ons al gevraagd van, joh, waarom sluit je dan niet aan bij een bestaande partij? Ja. Daar zijn de kaders al helemaal omlijst van waar moet je je aan houden en wat zijn onze partijstandpunten. En wij willen juist een open gesprek, open discussie en verschillende standpunten met elkaar combineren. Dus wij zullen ook als de eerste zijn dat als een andere partij met een goed voorstel komt, om dat te omarmen, om dat te steunen. Ja. Ja, die betrokkenheidsparagraaf, dat gaat daar echt niet goed, heb ik de indruk. De politici die reageren ook heel krampachtig hier in dit huis. Ja, heel misschien wel. Dan komt er een plan vanuit het college en er wordt niet gecommuniceerd met de burgers. En met name de regeringspartijen noem ik het maar, die houden zich daar behoorlijk aan vast. Ja. Wat is er dan eigenlijk mee? Wat is er mis mee? Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo, André. Er zullen altijd mensen zijn die een bepaald belang hebben of een bepaalde opvatting of een verschil van mening. Ja, die poetsen we natuurlijk niet weg, die zullen er altijd blijven. Maar waar het om gaat is dat je bijvoorbeeld in de zoektocht naar bedrijventerreinen,
Ja. Als we dat al willen, hè? Als het al klopt dat we extra bedrijfsterreinen ook nodig hebben. Want ook dat valt nog maar te bezien. Hè? We hebben ook rammelende onderzoeken zijn er langs gekomen. Hè? Waar, en dan moest het onderzoek weer overnieuw worden gedaan. Nou, dat heeft wat ons betreft ook te maken met hoe professioneel is het opdrachtgeverschap dan, hè, bovenop die onderzoeken. Dus ja. Ik ben bang dat we daar ook nog wel het nodige kunnen verbeteren. Maar kijk eens naar die bedrijventerreinen. Als we niet oppassen, dan gaan we toch weer stukken van Nationaal Landschap Winterswijk gaan we opofferen aan bedrijventerreinen. Alleen maar omdat wij denken dat we extra terreinen nodig hebben. Nou, heel misschien is dat zo. Maar laten we dan ook eens kijken naar revitalisering. Laten we eens kijken naar Philips gaat weg, Winterwarm gaat weg. Waarom moeten we weer in weer nieuwe stukken buitengebied opofferen aan bedrijventerreinen? Dat is voor onzin. Ja. Laten we nou eens even pas op de plaats. En met respect en goed overleg met alle betrokken partijen eens kijken van joh, wat is nou wijsheid voor Winterswijk? Laten we dat eens even overnieuw gaan doen. Want hoe dat nu is gegaan, het is er in feite, voor ons gevoel wordt het er een beetje doorgedrukt. Nou, dat is niet de manier. Ja. Dat is gewoon niet de manier. Ik weet ook nog wel zo'n kleine 10 jaar geleden, toen kwam hier voor met Dirk Willink destijds met het plan Gaksel. Ja. Dan komt er wel zo'n steunpunt, zo'n informatiecentrum. Ja. Ja. Maar dat is toch veel te mager eigenlijk? Ja, daar kunnen we veel meer mee met Gaksel. We hebben natuurlijk niet voor niets destijds daar best een flinke lap grond aan gekocht. En ja, het zou zonde zijn als we dat niet beter benutten. Want nogmaals, dat Gaksel dat sluit ook veel beter aan op al bestaand industrieterrein. Ja. Maar wat we ja, dat bedoel je op de Duitse ja, kant. Nou ja, precies. Aan waar de Duitse ontzettend kant. Veel bedrijvigheid is, hè? Ja. Heel stiekem gaan we toch weer stukken buitengebied opofferen aan wat wij vinden zonde. En waarom niet wat regionale denken? Bij de buurgemeente lopen ze met industrieterrein te leuren. Daar krijgen ze het niet vol. Ja. Waarom sommige distributiecentra niet langs de A18 bij Doetinchem? Waarom moet dat per se allemaal in Nationaal Landschap Winterswijk? Ja, dat is een beetje ouderwets denken. In wat voor opzicht? In ouderwets denken, we moeten alles in onze eigen plaats zelf organiseren. Hè? Qua industrie en qua bedrijvigheid. En dat was misschien 30 jaar geleden was dat heel normaal. Want anders ging iemand verhuizen naar Varsseveld. Ja. Als zijn of haar bedrijf daar gevestigd werd. Ja. Maar dat is tegenwoordig helemaal niet meer. Er zijn genoeg mensen die in Winterswijk wonen. En heel prettig wonen. Maar tegelijkertijd werken in Groenlo of in Varsseveld. Of in Doetinchem of in Arnhem. En ook de nieuwe trend. Dat mensen gewoon zeggen. Weet je wat, ik woon in de Randstad. Maar ik ga daar weg. Want mijn levensgeluk wordt daar een stuk minder. Ik ga in Winterswijk wonen. Ik werk de helft van de tijd werk ik thuis. En die andere 2 dagen, die werk ik in Utrecht of in Amsterdam. Ja. Het hybride werken, zoals ze dat noemen. Ja. Ik ken mensen in mijn omgeving, jonge mensen, die keuze hebben gemaakt. Nou, zo zou je als Winterswijk moeten profileren als een mooie gemeente waar levensgeluk voorop staat. Maar waar niet per se het ondernemen en het nieuw vestigen van bedrijven het speerpunt moet zijn. Nee, het gaat om juist om slim organiseren en slim. En kwaliteit leven. Van het leven. Kwaliteit van leven. En André, kijk eens omgekeerd naar Obelink, hè? De nieuwe hal van Obelink. Ja. Het argument wat daar op tafel wordt gelegd, ook door de wethouder. Ja, het levert ons honderden banen op. Nou, A, valt dat nog maar te bezien. En B, dat zijn niet honderden banen voor honderden Winterswijkers. Die mensen komen ook weer overal vandaan. We rijden dus met z'n allemaal, rijden we vooral, hè? Stel, 90% komt straks misschien wel van buiten Winterswijk, van de werknemers van het nieuwe hal Obelink. Ja. Die rijden daar allemaal naartoe. Alle vrachtwagens rijden er naartoe om die hal vol te stoppen. Die komen ook van heinde en verre. En vervolgens rijden al die vrachtwagens hier weer weg naar heinde en verre om al die pakjes weg te brengen. Wat is dat voor onzin om zo'n distributiecentrum in Nationaal Landschap Winterswijk neer te zetten? Waarom niet ergens anders? Nou, weet je, dat is natuurlijk een gepasseerd station, want die hal die komt er al. Ja, die staat er al. Die staat er kunnen al. Kunnen we allemaal zien. Ja. Die kunnen we allemaal zien. Maar het gaat ons om hoe voer je dit soort discussies met elkaar? Ja. En er wordt veel te veel doorheen geramd, alleen maar om economisch belang. Nou, en dat is precies het geluid dat wij willen uitdragen. Wat vinden onze kleinkinderen hier eigenlijk van? En er wordt in feite die betrokken paragraaf eigenlijk daardoor ondergesneeuwd eigenlijk. Ja, en die kleinkinderen zijn er nu nog niet, hè? Nee. Ik bedoel, in mijn geval zeker nog niet. Nee. Richard, weet ik eigenlijk niet. Dan wachten we op morgen. Nee, maar het is net wat André zegt, de stem. Ja. Van de toekomst heeft nu geen stem. Nee. Die heeft geen mogelijkheid om mee te praten. En wij proberen in ieder geval dat perspectief, hè, de toekomstperspectief, om dat mee te nemen in de huidige besluitvorming. Ja. Want in dat opzicht wordt het besluitvorming echt wel opportunistisch gevoerd. Ja, terwijl in het begin met Winterswijkse Belang dat wel
wel een van de speerpunten waren en die ook uitgevoerd werden. Wat bedoel je, André? Die betrokkenheid. Die betrokkenheid paragraaf. Ja, omdat wij, nou ja, je zag het aan het strandbad, je zag het aan allerlei dossiers toen in het gemeentekantoor. Hè? Ja. Niet voor niets, ik schreef er toen stukjes over in de krant, de contracten waren al getekend. Ja. En ik geloof dat de burgemeester destijds nog riep van, er is nog helemaal niks beslist en er is nog niks definitief. Ja, allemaal hoela, het was allemaal al definitief. En dat was precies waar wij toen tegen ageerden, van joh, betrek ons er nou bij. En, maar ook landelijk, hè? Nu landelijk, de landelijke overheid wil een andere overheid. Een overheid die samen met burgers en bedrijven de puzzel legt. Want we hebben de komende jaren enorme opgaven weg te zetten. Energie, klimaat, bouwen, noem maar op. Hè? Dat zijn allemaal hele grote opgaven. Dat zijn hele complexe puzzels. En die moeten we in ons kleine landje samen leggen. Samen. Overheid, burgers, inwoners, samen. Niet een overheid die even plannen bedenkt en dan nog mogen de burgers er nog even iets van vinden. Iets, nee, helemaal niet. Samen het puzzel leggen. Dat is wat... Bent een uitwisselen. Dan gaan we niet samen de puzzel leggen en samen zorgen voor een goede onderbouwing. Maar dan gaan we eigenlijk proberen ons standpunt door te drukken. Dus nou, dat kan niet in de hakken in het zand blijven feiten. Ja, ja, en als dat soort discussies in een raad plaatsvinden, ja, als, zoals ik er naar kijk, dan schieten we niet op. En de toekomstige problemen, toekomstige knelpunten die wij tegen gaan komen, de uitdagingen die zijn, die vraagt gewoon dat we met z'n allen de schouders eronder zetten. En samen en solidair eigenlijk die besluitvorming rondkrijgen. Ja. Ja, je zou eigenlijk zeggen, dit is helemaal geen politieke issue, maar eigenlijk met opvoeding van doen en respect. Het heeft inderdaad, het heeft, weet je, om resultaten te beroepen, op wat voor onderwerp dan ook. Of het nou gaat over bedrijventerrein, of over sport, of over kunst en cultuur, of over allerlei andere onderwerpen die we kunnen bedenken. Toerisme, recreatie, buitengebied. Hè. Wij vinden dat ons buitengebied toch enorm aan het verrommelen is, hoe je het ook bent of keert. En dat is niet de schuld van één bepaalde partij. Maar het is ook ontzettend moeilijk om in ons buitengebied, waar we met z'n allen trots op zijn, er is zoveel wet en regelgeving. We hebben met zoveel dingen rekening te houden en met zoveel verschillende standpunten rekening te houden. Dat het ook ontzettend moeilijk is om de puzzel in het buitengebied goed gelegd te krijgen. Maar ik vind wel dat je het moet proberen met z'n allen. Dan moeten we echt gewoon op een open manier proberen, met rekening houden met al die verschillende belangen en met al die verschillende wet en regelgeving, om toch een toekomstperspectief voor ons buitengebied neer te zetten waar ook de boeren zich aan vast kunnen houden. En dan hebben we niks aan verkiezingsgeroep van er mogen geen extra regels meer voor boeren. Allemaal onzin. Boeren die voelen zich ook verantwoordelijk en die weten ook dat er regels zijn. Het gaat erom, hoe leggen wij de puzzel? Hoe krijgen we het voor elkaar dat we ons buitengebied toch zo mooi mogelijk houden? Dat mensen die er wonen en werken toch daar hun boterham kunnen verdienen en daar prettig kunnen wonen. Dat toerisme en recreatie, dat we dat aan de gang kunnen houden. En dat is heel ingewikkeld om al die verschillende belangen op één lijn te krijgen. Ja. En dat betekent dat we niet moeten vragen, wat is je standpunt daarin? Nee. Maar eigenlijk samen moeten zeggen, wat is de problematiek die zich daarvoor doet? En die problematiek die is en die wordt steeds complexer. En dan helpt het niet als we allemaal een standpunt innemen, daar onze hakken in het zand zetten en dan vervolgens niet daadwerkelijk het gesprek aangaan met elkaar. En dat is waar we voor staan. En als dat met één of twee zetels is en als we dan de toegevoegde waarde kunnen hebben, dan graag. Als het met meer is, is het ook prima. En als we over een aantal jaren kunnen concluderen dat wij die verandering in de lokale politiek bewerkstelligd hebben, ja, dan heb ik ook zoiets, dan hoef ik niet zo nodig de macht of de grootste partij te zijn. Nee, dat is ons streven, om het los te krijgen. Ja, een van de andere speerpunten is ja, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus, ja. Dat is gericht op de jongeren. Ja. Daar gaat hij ook wat mee doen? Of, ja, wat is hun wereld, waar zij straks in moeten leven. Ja. En alleen zij kunnen zich nog niet verweren nu. Ze hebben nog geen inbreng, ze zijn er vaak nog niet. Dus willen wij heel graag het geluid van de jongeren, en van die kinderen, van die toekomstige generaties, willen wij aan tafel brengen. We willen in ieder geval gaan zorgen dat in Winterswijk ook daar rekening mee gehouden wordt. Door ze een stem te geven. Ja, en niet alleen een stem, maar misschien ook een plek te geven. Want het is toch wat met Winterswijk met een kleine 30.000 inwoners. En dan eventueel doorgroeien naar 32.000 of 33.000. Dat we nog geen echte jongerenplek hebben hier in Winterswijk. Nou ja, ik denk dat Richard... We hebben het verleden wel gehad, hè? We hebben een eucalypta gehad, we hebben een chichiclub gehad, jeugd is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de toekomst van Winterswijk. Dus Winterswijk moet ook voor jongeren een aantrekkelijke plek zijn. Maar laten we... Kijk naar de hele huidige coronacrisis. Kijk naar wat het heeft gedaan met... Het heeft ons gedwongen om digitaal te werken. Ja.
In de afgelopen 2 jaar door de coronacrisis is dat digitale werken landelijk enorm geaccepteerd geworden. Dus mensen hebben ontdekt dat je op afstand van je werk ook je werk kunt doen. Sterker nog, we hebben met z'n allen ontdekt dat onze economie als een tierenlier kan blijven draaien. Ook al zit iedereen thuis. Dus dat geeft ons de mogelijkheid, en ook jongeren de mogelijkheid, om niet meer per se achter het werk aan hoeven te verhuizen en in de Randstad te gaan wonen. Maar die kunnen prima hier in Winterswijk ook hun ding doen. Ja. Vanuit Winterswijk. Ja. Nou, als we nou inzetten op dat soort vertrekpunten. Dat we zeggen, laten we Winterswijk proberen aantrekkelijk te maken voor die toekomstige generaties. Die gewoon locatie onafhankelijk hun werk willen kunnen doen. En hier heerlijk kunnen leven. Prima voorzieningen hebben. Prima verbindingen hebben waarmee ze zaken kunnen doen met de rest van de wereld. Weet je, daar moeten wij veel meer op gaan inzetten in Winterswijk. En dan trekken we jongeren en jeugd naar ons toe. Maar helemaal met je eens. Er moet ook gewoon leuk, het moet hier ook leuk zijn. Ook voor jeugd en voor jongeren. Ja, en wel degelijk zo zijn dat de overheid een soms wat aanjagende, stimulerende rol kan spelen. En dus kan ze zelf best wel initiatieven nemen, ook op het gebied van huisvesting, om voor jongeren wat makkelijker te maken om ook daadwerkelijk in Winterswijk te kunnen blijven wonen. Ja. Ja. Om een huis te kunnen kopen of te kunnen huren. En wij zijn van mening dat je dat als overheid best wel zou moeten kunnen faciliteren. Ja. Richting de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Jullie zijn woordvoerders. Hoe gaat dat nog verder? Komt er een lijst? Komt er een verkiezingsprogramma? Waar zijn jullie nou mee bezig? De eerste uitdaging was een groep. Hè. We hadden tot 20 december de tijd om ons aan te melden. De eerste hobbel hebben we genomen. We hebben een vereniging opgericht. Je moet een rechtspersoon zijn. Wil je mee kunnen doen? Dat hebben we allemaal geregeld. Dus nu, we bestaan, we doen mee. Dus die eerste hobbel is genomen. Ergens in januari moeten wij onze lijst aanleveren. Nou, dat betekent, we zijn nu ongeveer met 11 of 12, met z'n 12. Dat vinden we in principe al voldoende. En dan wilt u naar 16? Nee, stel dat er nog 1 of 2 bij komen, dat kan. Uiteindelijk moeten we ergens tweede helft januari onze lijst aanleveren. We zijn ondertussen al volop bezig met ons programma, want ook wij hebben standpunten. Wij vinden ook dingen. We zijn bezig met onze website, we zijn aan het nadenken over de campagne, dus er zullen allerlei dingen de komende tijd moeten gebeuren, maar we hebben ook nog een paar maanden te gaan. Ja, en nou uitgerekend in deze lockdown, de coronatijd, dat levert ook niet echt pret genoeg. Ja, maar dat kun je ook niet veranderen. Dat zijn omstandigheden waar we allemaal mee moeten leren leven. En dat wij dan niet als nieuwe partij niet fysiek bij elkaar kunnen komen, nou ja, als dat de grootste zorg is die we met z'n allen op dit moment hebben, dan valt dat nog wel mee. Maar online zijn we allemaal met elkaar in contact. En zullen we ook kijken hoe we samen dus, net wat anderen zegt, het partijprogramma kunnen vormgeven. En ook een campagne kunnen gaan voeren. Nou, ik wens je veel succes. Dankjewel. Dankjewel. En een prettig 2022. Zo is het. En jij ook. Dank.